Kom op. Ja. Ik denk dat ik een nieuw boordje nodig heb, man. Alweer? Alweer? Hoezo alweer? Hey, ik wil gewoon een ander soort boordje. Oké, eentje van metaal? Nee, geen metalen boordje. Eentje van hout dan? Nee, ook geen houten boordje. Plastic? Nee, tuurlijk niet. Plastic, man, what the fuck denk jij? Ik probeer je te helpen, man. Papier dan? Papier wel? Een papieren boordje? Ja. Oké, dat kunnen we proberen. Dat kunnen we proberen. Yo, gast van OmersNorm.nl. Mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag weer terug, zoals je kan zien, op de oude vertrouwde plek. We gaan vandaag namelijk wat knutselen. Ik ga namelijk samen met jullie een papieren vingerbord maken. Ik heb 100.000 miljoen vragen gehad over wat voor bordje ik moet kopen. Maar ook over maak eens een vingerbord. Maak eens een papieren vingerbord. Maak eens een dit. Maak eens een dat. Maak eens een park. Maak eens een dit. Maak eens een vingerbord. Maak eens een truck. Maak eens andere dingen. Dus ik ga vandaag beginnen met het bouwen van een papieren vingerbord. Ja, ik heb er vroeger al een keertje eentje gemaakt. Die is helaas niet heel erg goed gelukt. Ik ben namelijk vandaag wel wat beter voorbereid en ik heb er heel veel zin in. Ik hoop ook dat het lukt. Ik weet het niet zeker, maar dit zijn de dingen die jij nodig hebt om hem te maken. De eerste dingen die je nodig hebt is natuurlijk een liniaal, een schaar en een potlood of pen. Dan heb ik twee boordjes, de AliExpress boordjes, zoals jullie kunnen zien. Die ga ik namelijk gebruiken als mal om de vorm er goed in te krijgen. Ja, en de mal, ik heb natuurlijk geen echte mal nog. Dus ik ga het proberen door te doen door ze vast te klemmen. Ik heb hier drie klemmen, eentje voor het midden en twee voor aan de zijkanten. En dan moet ik natuurlijk ook gaatjes boren. Ik heb 1,5 mm gaatjes. Ik hoop dat het goed is. En voor de lijm ga ik een houtlijm gebruiken. Ik gebruik de houtlijm omdat je houtlijm nog wat nattig blijft. En pas na ongeveer een dagje wachten hij volledig hard is en daardoor ook goed in zijn vorm blijft. En ja, voor een papieren vingerbord heb je natuurlijk papier nodig. Zoals jullie kunnen zien heb ik één wit papiertje en voor de rest rood papier. Want het leek mij wel gaaf om de binnenkant rood te maken. En zoals jullie kunnen zien heb ik mijn logo op een hele leuke wijze geprobeerd op het bordje te plakken. Zodat het er een beetje grappig uitziet. Zodat we een toffe graphic hebben als het allemaal gaat lukken. En op de bovenkant heb ik ook nog een keer Almost Normal staan. Want het leek mij leuk om daar dan een grip tape gap in te maken. Voor als ik grip tape erop ga doen. Yes, dus ik ga nu er alles lekker bij pakken. En ik ga jullie er dichterbij halen. Want ik heb jullie nodig, want we gaan samen doornemen hoe groot we hem gaan maken en hoe breed we hem gaan maken. En dat gaan we dus samen doen. Het eerste wat we gaan gebruiken, dat is natuurlijk de liniaal, de schaar en het potlood om het vormpje goed te krijgen. Ik heb ervoor gekozen om 34 mm breed te gaan en 98 mm lang. Ik heb de lengte al in Photoshop gemaakt, alleen die is niet helemaal goed gelukt. Het is namelijk net iets te kort, dus ik ga hem toch nog iets langer maken. Dus we hebben één zwart streepje als de til, misschien is dat ook wel leuk. En dan gaan we hem iets langer maken dan 98 mm, want daarop had ik hem nu staan. Zo, en dan ook nog hier eventjes. Zo, onze lengtelijn is nu gezet. Ook heb ik dus de breedte bepaald en die is 34 mm. Deze boordjes zijn zoals jullie kunnen zien maar 29 mm. Ik ga namelijk voor morgen, als het klaar is, ga ik mijn andere boordje gebruiken om de randen te tekenen. Want dan kan ik het makkelijker zien. Ik kan het trouwens nu ook wel even doen. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik nu ongeveer de ruwe lijnen gelegd over hoe ik het boordje straks ga afknippen. Het belangrijkste is voor nu om gelijke vierkantjes te knippen en die dan een aantal keer uit te knippen. Dus dat is nu wat we gaan doen. En we hebben momenteel een lengte van, ik ga hem even bijpakken, 101 mm. Natuurlijk wordt hij minder lang zodra we hem een beetje buigen. Alright, wat we dan gaan doen, ik ga deze tussenuit knippen en deze tussenuit knippen. Dan heb ik in ieder geval al een aantal randjes en dan ga ik nog even een paar keer op het witte stuk ook nog wat knippen. En ik ga nu het witte gedeelte knippen. Ik ben eigenlijk nooit echt een knutsel-expert geweest, dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga gewoon zo goed mogelijk het lijntje knippen en dan gaan we kijken hoe goed het gaat lukken. Dus ik hoop, ja, ik zie jullie zo meteen terug. Alright, de middenlijn is gemaakt. Dan ga ik nu de vormpjes ertussen uithalen. Oké, zoals jullie kunnen zien, ik heb nog wel een zwart randje, maar die ga ik er natuurlijk afschuren morgen. Of nog eventjes een beetje eraf halen. Dan ga ik nu de andere kant doen. En ook de andere kant zit erop. Zoals jullie kunnen zien, ik heb nog niet helemaal recht geknipt, dus dat kan je natuurlijk altijd nog heel even een beetje bijwerken. En onze onderkant is uitgeknipt.
Dan ga ik nu de bovenkant uitknippen. En wat ik dan strakjes ga doen, is gewoon dit overtrekken op het rode papier. En dan ga ik gewoon een aantal van die rode velletjes uitknippen. Dit is voor de rest even knippen en plakken. Dit is voor de rest alleen nog even knippen. Dit ga ik eventjes van de camera afdoen, zoals jullie konden zien, zo ging het net. Dit ga ik dus ook bij de rest doen. Ik zie jullie zo meteen, want anders dan raakt mijn camera vol en alles vol. Dus ik zie jullie zo meteen. Alright, many hours later, een hele tijd later, want knutselen, hè? Knutselen is niet helemaal mijn ding, maar ben ik toch eindelijk klaar met het knippen van de forum piece. Ik heb een hele hoop verschillende dingen. Ik heb 3 plakken wit papier. Dan heb ik 2 plakken rood papier. Dan heb ik 2 plakken wit papier. 2 plakken rood. 2 plakken wit. 2 plakken rood. En dan weer 3 stukjes wit. Dus nu is die uiteindelijk op deze manier uitgeknipt. Het is nog niet helemaal gelijk. Dat gaan we natuurlijk morgen, als alles aan elkaar vastgeplakt is, dan gaan we het gewoon allemaal gelijk maken. Maar voor nu is dit het concept. Nu gaat hij er ongeveer zo uitzien morgen. Althans, dat is de bedoeling. De bovenkant met het Almost Normal logo, de zijkant en de onderkant. Ik moet even goed opletten dat het de goede kant op staat, maar dit is ongeveer hoe die gaat worden morgen. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. We zijn nu aangekomen bij alweer de volgende stap. En de volgende stap, dat is natuurlijk het lijmen. Dit wordt ook weer een proces, want ik moet dus nu al die dingetjes 1 voor 1 op elkaar lijmen, erop zetten, goed uitsmeren en dan de volgende weer erop doen, uitsmeren. Dus ik moet alles 1 voor 1 nu erop gaan lijmen. Dit ga ik natuurlijk wel doen op een stuk papier, zoals je kan zien. Want het zou natuurlijk zonde zijn als ik het per ongeluk lijm op mijn playground krijg natuurlijk. Dus we gaan gewoon beginnen met de allereerste. En dat is dan de onderkant. Daar ga ik dus nu lijm op plakken en uitsmeren. En daar ga ik gewoon heel eventjes een klein dingetje voor maken. Zo, gewoon even snel een papiertje dubbelvouwen. En dan ga ik het gewoon zo rustig uitsmeren. Zodat alles egaal gelijmd wordt. En dan ga ik de volgende opplakken. En dan doe ik dat zo totdat ik alles heb. Dan gaan we maar gewoon beginnen. Plak ik zo, gooi ik wat lijm erop. Zo. Dan ga ik het egaliseren. Goh, wat zeg ik dat ook weer mooi, hè? Egaliseren. Goed voor zorgen dat het ook op de randjes komt. Dat overal ongeveer evenveel lijm zit. En je kan ook al zien, het wordt dan echt helemaal plakkerig en helemaal shit. Gooi je het eerste blaadje erbovenop. En dat moet natuurlijk ook een beetje recht. Dat is 1. Dan doe ik nog heel even een klein beetje meer lijm erbij. Aan deze kant, want die is nu geen lijm meer. Dan plak ik dat er ook weer even zo bij. Alright, dat is 1. Op naar de volgende laag. Ik merk al dat hij een stuk steviger wordt dan dat hij was net. Dat hij echt wel goed op elkaar blijft zitten ook. Ja, dat is natuurlijk logisch vanwege de lijm. Ik heb natuurlijk dat rode papier. Dat rode papier is sowieso ook al vrij stevig van zichzelf. Ik hoop alleen dat het ook meehelpt met de vorm, dat het zeg maar niet de vorm tegenhoudt. Omdat het natuurlijk best wel sterk is. Alright, ik heb trouwens ook besloten om toch nog eventjes maar 1 laagje te doen in plaats van nog 2 laagjes. Omdat ik natuurlijk niet per se had bedacht dat de lijm ook wat dikte zou toevoegen. Dus ik heb iets minder papier nodig dan ik had verwacht. Dat is eigenlijk alleen maar beter, scheelt me ook weer werk. En ik ga dus nu alleen nog maar wit toevoegen en geen rode meer. En dan plak ik het allerlaatste velletje er ook bovenop. Zo. En die zit. Dan pak ik snel mijn boordjes erbij. En dan ga ik hem hierin klemmen. Voor de vorm natuurlijk. Zorgen dat het een beetje recht gaat. Dit is echt puur op gevoel. Omdat ik dit natuurlijk nog niet helemaal had uitgemeten en dergelijke. Zoals jullie kunnen zien. Dit is, gaat allemaal op dit moment gaat het zo. Ik ben gewoon proberen aan het uitmeten. Dat het allemaal netjes in het midden zit. Zodat het allemaal net goed gaat. Dan pak ik
als allereerste deze erbij. En dan klem ik hem vast. Nou, dit ziet er wel oké uit. En dan ga ik nu de zijkanten klemmen, want dat wil nog niet helemaal. Dus dat ga ik nu even snel goed klemmen. En dan ga ik die nose en de tail even goed aan elkaar vastklemmen. Dat is één kant. Dan de andere kant. Waar is die andere klem? En dan gaan we nu de andere klem er ook op doen. En ook die zetten we zo vast als we kunnen. En tadaa! Daar zit ons boordje tussen de klemmen. Dit is waar we het mee moeten doen voor nu. Het enige wat we nu nog kunnen doen is wachten totdat het opgedroogd is. En dat die vorm erin zit. En dan gaan we natuurlijk het volgende stapje doen. En dat is de vorm eruit te halen. Dus ik zie jullie morgen. Voor mij is het morgen. En ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Want ik heb er mijn twijfels over. Alright, tot straks. Het is inmiddels de volgende dag. Ik heb er super veel zin in. We gaan hem erbij pakken. Ik heb hem beneden in de zon neergezet. Ik hoop dat jullie me nu kunnen als Indel trouwens. Maar... Hey, post. Oké. Ja, daar ligt hij. Ik ben heel benieuwd of het allemaal een beetje is gelukt. Ik ga hem even bijpakken. Oh. Ik heb hem hier neergelegd. Hoppa, in de zon. En zo te zien is het wel oké is. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ga snel weer naar boven en dan ga ik jullie neerzetten. En dan gaan we verder naar de volgende stap. Wil je nog wat zeggen, pa? Alles goed. Yes, daar zijn we weer. We hebben hem hier nog in de klemmen. Ik ben benieuwd. Ik zei net al dat het er oké uitzag. Maar als ik nu goed kijk, ik ben even goed gaan kijken. En ik zie dat de vorm niet helemaal lekker is aangesloten. Ik ben ook bang dat het niet helemaal is gelukt. En we gaan het gewoon zien, ja. Weet je, het is wat het is. We halen de eerste klem eraf. En op zich, qua vorm... Denk ik dat het niet helemaal lekker is gelukt. Maar qua sterkte en dichtheid dat het dat nog wel oké is. Hij is in ieder geval goed opgedroogd. En nou ja, deze grip tape. Die kunnen we zeggen, die is useless geworden. Oké, dan halen we het bovenste boordje eraf. Dat is wel lekker een beetje vastgeplakt. Uh-oh. En dan het onderste boordje eraf. En oké. Alright, er zit een soort van een vorm in, maar er is niet heel erg veel vorm te bekennen. Alright, zoals jullie kunnen zien, er zit wel degelijk een vormpie in, maar het is minimaal. Natuurlijk komt het ook omdat ik een te dun dekkie heb gebruikt voor een te dikke probeerselboordje. Maar zo te zien zit hij nog wel oké, het zit wel vast. Aan de zijkanten is het een beetje gaan plooien, dus het is nog niet helemaal super optimaal. Maar we doen wat we kunnen. Nu het ding. Het is wel hard. Het is goed hard. Dat kan je ook horen. En zoals je kan zien, het is een beetje verpest door de klemmen. Maar dat had ik op zich ook wel verwacht. Dit kan je natuurlijk veel beter in een mold doen. Die heb ik helaas niet. De volgende stap is simpel. We gaan het vormpje eruit knippen. En dan heb ik een beetje tegen jullie gelogen. Want je hebt nog een paar dingen nodig. Natuurlijk trucks en wielen om eronder te doen. Een boor om de gaatjes erin te boren. En schuurpapier om de zijkantjes netjes te schuren. Dus daar gaan we nu mee bezig. Het eerste wat ik ga doen is denk ik het vormpje uittekenen. En dat doe ik met mijn chille Yellowwood boordje. En dan ga ik daarvan de vorm uittekenen. En dan uitknippen op die manier. Het is vooral belangrijk dat de zijkantjes gewoon netjes zijn. En dit is eigenlijk best wel prima. Dan hebben we nu het vormpje uitgetekend. En dan pakken we onze schaar. En dan gaan we het vormpje eruit knippen. Nou, dit is één kantje. Het ziet er op zich nog wel oké uit trouwens. Holy shit. De bovenkant klopt natuurlijk nu niet helemaal. Maar de onderkant, daar gaat het om. Shit! Kijk dan, guys! Het alles normaal papieren vingerboordje, hè? Hey, mij hoor je niet klagen. Ik vind hem nog best wel goed gelukt. Hij heeft zelfs een beetje een concave. Hij is super, super mild. Ik ga de volgende stap uitvoeren. En dit wordt wel weer een lastige stap. Gaan we de trucks erop doen. Maar ik moet nu dus gaatjes gaan en boren. Maar ja, dat moet natuurlijk wel op de juiste plek. Ga ik hem zo recht mogelijk erop doen. Oh, ik ben helemaal aan het shaken, joh. De hype is weer real, hoor, guys. Alright.
Hou ik hem vast. En de eerste puntjes zitten erop. En nu over naar de tweede truck. En dat is truckie nummer 2. Gaatjes voor waar ik moet boren, dus dat is de volgende stap. Daarnaast moet ik ook de zijkanten zo gaan veilen, zodat alle zijkanten ongeveer gelijk zijn. Nou, de zijkantjes zijn nu iets bijgeschuurd en zoals je kan zien, ziet het er op zich best wel prima uit. Vooral hier, de konk heeft best wel goed gelukt en op zich ziet het er wel vet uit. Hier zitten wel wat gaps en je kan wel zien dat er een soort van halve konk even in zit. Maar op zich is het best wel nice. Dus nu is de volgende stap de gaatjes boren voor de trucks. Kijk, ik kan hem natuurlijk nog veel meer gaan schuren om het helemaal perfect te maken. Maar om heel eerlijk te zijn, dat hoeft van mij momenteel nog niet. Zo, heel mooi even een oud soort boekje erop. Dan gaan we die zo. En dan pakken we onze boormachine. En dan zetten we daar natuurlijk het 1,5 mm booropzetstukje op. En dan gaan we nu gewoon er doorheen boren. Ik ben er doorheen. Het eerste gat zit erin. En gat nummer 4. Aight. Dit is best wel goed gelukt. Geef toe. Die zien er goed uit. Oh, ze zijn echt... ze zijn best scheef. Maar ik ga kijken wat ik ervan kan maken. We gaan het zien. Ik ga bezig met de andere kant. Ik zal hem nu even wat dichterbij zetten nog. Oh! Oh, nee! Ik heb echt heel scheef geboord. Oh, nee, joh! Oké. En de andere gaatjes zitten er ook in. Zoals jullie kunnen zien, het is niet echt heel erg goed gelukt. Oh, dit is zo jammer, hè. Ik ben benieuwd of ik überhaupt die trucks erop ga krijgen. Het is totaal niet in het midden. Oh. Ik heb het echt heel erg verpest op deze manier. En dat is echt zonde. Maar ja, weet je, we doen wat we kunnen. Ik ben niet heel erg super handig met al die dingen. Dus weet je, het is ook gewoon voor mij een leerproces. We gaan dit gewoon even monteren. Ik zie jullie zo meteen als ik... Phew, oké. Nou, ze zitten erop hoor, guy. Oh nee, jongens. Kijk de bovenkant. Het is niet helemaal gelukt. De trucksgaatjes, jullie zagen het net al. Het ging echt helemaal mis. De bovenkant kan ik niet eens vastdoen op een normale manier. En de onderkant zit ook een soort van vast. Ik kan zien, het sluit niet zo lekker aan. De positie is ook niet helemaal netjes recht. Oh, dat is echt jammer, want het is op zich wel tof gelukt verder. Tip voor de volgende keer. Neem wat meer tijd met het gaatjesporen van het boordje. En ook de bovenkant had ik eigenlijk even. En ook een tip voor de volgende keer is dat ik wat eigenlijk eventjes wat met het schroefje zo een paar van die gaatjes net iets beter moest ingraven. Zodat de schroefjes er beter in konden. Ik was gewoon te hyped. Ik wilde gewoon te snel. En dan krijg je dit. Dat is wel jammer, maar voor de rest... Hey, is het toch een papieren fingerboard? Ja, let gewoon op mijn fouten. Dit is ook de eerste keer dat ik het doe. En ik ben gewoon heel benieuwd of die het überhaupt doet. We gaan het gewoon even proberen. En dan ga ik het hier netjes opruimen, want het brengt wel een bende met zich mee. Ik hoop dat ik er een trucje mee kan. Ik ga het proberen. Kickflip. Kom op, ik wil 1 kickflip landen. En dan vind ik het allemaal helemaal prima. En hij maakt gewoon een kickflip met dit boordje. Ik vind het best wel knap van mezelf. Guys, ik vind hem uiteindelijk toch nog best wel mooi geworden. Het is op zich nog best wel leuk geworden. Jammer dat de trucks niet netjes erop zijn gegaan. De plies en de concave is nog best wel leuk gelukt. Ik ben daar op zich nog wel blij mee. En het is leuk om het een keertje gemaakt te hebben. Ja, ik ben er op zich nog wel blij mee. Ik ga hem denk ik niet gebruiken, want het is best wel onmogelijk om de trucjes mee te doen. Maar ja, hij is wel gewoon vet. Ik vond het in ieder geval leuk om te maken. Ik hoop dat ik jullie een beetje de tips heb kunnen geven, zodat je het zelf ook kan proberen. Ik vond het in ieder geval echt super leuk om te doen. Ik vond het leuk om lekker te knutselen, lekker mee bezig te zijn. Ik ga dit wel vaker doen, maar ik denk dan toch met hout en met een goede vorm. Want dan krijg ik denk ik net wat betere eindresultaten dan dit. Maar ik ben in ieder geval wel blij met het eindresultaat. Ik vind het super leuk om een keertje eentje gemaakt te hebben. En ik ga nog wel even kijken of ik wat trucjes kan. Yo, oké, dit is dus het moment dat er een toffe montage komt. Maar ik wil toch nog even wat zeggen. Ik heb namelijk griptape erbij gedaan. Zoals jullie kunnen zien is dit de rode schuurpapier die ik ook gebruik als schuurpapier. Maar ik dacht van, hey, het past wel bij het boordje natuurlijk.
Ja, hier komt dus de montage. Zoals jullie zagen, ik heb er wel een paar leuke trucjes mee kunnen doen uiteindelijk. Ik hoop dat jij het in ieder geval leuk vond om te zien hoe ik aan het struggelen was met dit knutselproject. Ik vond het super leuk. Thanks voor het kijken in ieder geval. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.